Ja, wat hebben we hier, beste mensen? Dit is gekocht bij bol.com en dat zou moeten zijn een retourbeleid. Nee, dat is het niet. Een klein zwembaadje. Het leukste voor de hond. Met een sproeier, met een fonteintje. Er zou een fonteintje moeten zijn waar water sproeit. We gaan dat eens testen, hè. Madame is al buiten. Misschien niet dat hij buiten is gegaan. Ik ga mee, ik volg. Daar gaan we. Het is vandaag heel warm. 32 graden in België. En het is vandaag de 12e juli. Dat is de hondjes. Ik heb me zo gedaan, mijn tent gezet, partytent gezet. Alle schaduw. Ik denk dat er water in zit, die hond. Ik heb dat zo gedaan. Tentje, caravan, kijk. Tentje, caravan, dat is kabel, schotel, schoteltelevisie. Daar kunnen we naar seksfilm kijken. Nee, dat is niet waar. Je kunt dat niet zien. Gewoon Duitse kanalen, Duitse feuilletons, films. Hier zo, dat is die deur. Dat is de mama. Hier mama, doe de pakjes open. Ja. Mama gaat de pak open doen wat er... Ah, dat is een schuiftraadje. Wat zit er in, mama? Dat zit er niet in zo'n bak, hè. Hoe ziet het eruit? Dat open doen, hè. Dat open doen. Werd die gsm, wordt er water voor, denk ik. Oh, dat ziet er zo raar uit. Het is zo groot. Oeh, dat is groot, ja. Dat is precies groter dan men denkt. Dat voor twee chihuahuas. Kan ik erin gaan zetten misschien? Dat zijn die ondersteboven. Wat zijn de sproeikoppen dan? Hier. Wat was aan de andere kant? Nee. Kijk, en dat is het ding. Wat is dat? Ah, voor de water aan te sluiten. Water aan te sluiten. Hier. Ah, daar ergens. De honden zal aan kijken. Ah, niet kapot. We gaan dat testen, we gaan dat aansluiten, we gaan dat meer hier zetten. Oké. Okay. Zo, we gaan dat aansluiten daar even. Voilà. Zo met die punt erachter. Nu is het kort, dus we hier zo. Hè. Zo in de midden. Hè. Het is hier groot genoeg, hè. Oeh, hier is nog. Ja. Hey, dat is wel groot, hè. Mooi. Ja, groot, hè. Mooi, hè. Voilà. Dus dat is hoeveel heeft dat gekost? 25. Bij bol.com. Hoe heet dat? Dat is het gasje zwembad. Daar zijn ticketje binnen. Nee, als je zwembad tikt, dan weet je goed. Een zwembad voor hondjes met spuitfontein. Dus we gaan dit aanzetten. Moet je dat oppompen of zo? Nee. Nee. Ook niet oppompen. Ah, we gaan het echt zien wat dat is, hè. De hondjes kunnen al niet meer wachten. Dus we draaien de kop. Zo. Dus deze draait je er gewoon op zo. Goed vast. Ja, vast. Dan steek je die daarin. Ja. Klik. Ik weet niet of ik het houden. Die kop hier gaat oppassen. Ik heb nog andere koppen. En dan gaan we de kraan aandraaien. Dus mama doet de kraan maar open. Dat is één handvat. En dan kom je maar direct heel snel mogelijk naar hier. Dus je gaat de kraan openzetten. Dat is een krimpkous. En dan gaan we. Ja, die vult zich waarschijnlijk met water. Nou ja, die vult zich. Eens kijken. Hier ziet alles goed uit. Ja. Die gaat zich vullen met water, denk ik, of zo ergens, tot die spuit. Heb je die gewoon opengezet? Ja. Wat gebeurt er? Je moet die honden in de midden zetten. Kijk, als iets zelfs zal waar aan het spuiten, denk ik dat die vol loopt. Dat is een krimpleiding. En hier, de hond is dorstig. Hoe is dat eigenlijk? Het vult zich met water. Ziet je? De honden zijn al heel enthousiast. Wat is dat eigenlijk? Wat is dat toch? Het vult zich met water. En dat wordt volgens mij dik. Ziet je? Dat dik, en ik denk als die band vol is. Heb je die gans opengezet, ja? Dat is minder waterdruk, omdat het nu crisis is hier in België. Goed vullen, goed open doen. Ah, het begint al te sproeien hier, kijk. Daar, omdat hij daar invult. Ik denk als die vol is, dat die sproeit er zit er geen lek in zit. Ja, daar is die al wat dikker. Dat is natuurlijk bergop. Ik denk dat die heel gelijk moet staan hier ergens. Het probleem is, daar sproeit die al. Snap je? De grond is hier niet gelijk, waardoor er daar al water gaat uitlopen en daar niet de kans niet krijgt op te blazen misschien. Of zou die dat toch halen op tijd? Die begint nu overal uit te lopen. Hè? Het kan zijn dat hij daar niet, je moet gelijke grond hebben, staat het dan niet op gelijk? Dat is een probleem met onze tuin, hier is niks gelijk. We zullen wel een berg af. We zullen zien wat er geeft. Ja, rondjes kijken al. Het wordt toch dikker. Er beginnen toch meer fonteintjes te komen, ziet je? De fonteintjes worden hoger en hoger. Je kunt die daar te goed te spuiten. Hier is een bal. Zo. Voilà. Dat is dikke plastic. Ja, de fonteintjes worden hoger en hoger. Ja. Ja. Oh, kijk hoe mooi. Sommige spuiten scheef. Wat gaat dan in? Gaat dan nog hoger denken. Kom, nog een keer. Gras had toch water nodig. Ja, het gaat hoger en hoger. Ik denk niet dat er genoeg druk op de water is of wel. Ik denk niet dat dat nu verder hoger gaat zo of wel. Dat staat schuin, hè. Het ziet er fantastisch uit, 25 euro. Het zou normaal naar de midden moeten sproeien, maar je ziet de hof is niet gelijk, is dat het water daar is. Hè. Een mini zwembaadje. Dan pak die hondjes. Sommigen sproeien naar buitenkant. Is dat niet verkeerd? Nu hebben die honden een probleem. Hoe gaan we eruit zonder nat te worden? Kijk hier, die sproeit er naar de buitenkant. Is dat niet fout? Een beetje namaak denk ik. Die sproeit nu precies hoger en hoger. Water is duur, dat weet je, hè? Kijk, je moet hier duwen, daar klopt iets niet. Die moet naar daar sproeien. Kijk naar die. Kijk, zo. Roos is waterdicht. Ik kan de camera uit de oog, ja. Dat is het. Normaal moet de grond gelijk zijn. Je zit hier, is de bodem loopt hier allemaal schuin. Er is niks gelijk. En dan krijg je dat, hè. Ja, voor die hondjes is dat niet zo erg. Dan hebben ze een droge vlakte. Zet de kraan maar af. En één keer afzetten. Maar ja, de vraag is, gaat hij dan niet plat? Ik denk dat wel. De kraan afzetten. We zetten de kraan nu af. De krumpleiding gaat krumpelen. Ik doe dat! Nu aan het Chanel. Ik denk ook dat de band plat gaat, omdat het water gaat lopen. Zullen we dit nog maken dan? Dat is wel warm eigenlijk. Misschien zijn de partytenten. Kijk het! Moet je dat dieper in zetten, ja. En ik kan. Ja. Allee! Zo'n plaatsje niet pakken. Maar ik wil niet. En die orken. Dat zit fijn. Kijk, daar kun je nog drinken. Een rare bad. Kom Chanelke, kom. Chanelke, kom. Pak Chanelke erop. Ik ben ook wel Chanelke, kom eens hier. Chanel. Ja. Anders dan genoeg eigenlijk. Normaal vullen we dat badje en dat is genoeg. Die grond moet gelijk zijn, maar we hebben geen gelijke vloer. Daar waar die tent staat is de bodem wat gelijk. Dan heb je eigenlijk een klein zwembadje gevuld, hè, met 10 centimeter, 5 centimeter. Dat is ook leuk, hè? Nu Chanel. Ja, dat Chanel pakken. Dat is Chanel? We gaan nog even die andere hond laten zien, Chanel. Kijk eens, gaat het niet? Gaat het niet, juist? Het is koud. Jullie verliezen wel veel haren. Daar, als je moet spoeien, het water loopt weg, dat is wat ik gedacht heb. Kijk, de band gaat plat, het water gaat weg. Weet je? De band gaat, het water loopt weg. Als de druk op de band weg is, gaat het water. Doet hij met zijn poot omhoog. Chanel, het water loopt uit, hè? Zet eens op je poep. Zet eens op je poep. Sproeiertjes, hè? Is niet goed? Hey. Oh, kijk hoe leuk. Kijk hier, heb je nog een beetje water zo. Kijk. Zo, woe, zo een beetje kopknot maken, zo kopknot maken, zo. Zo, zo, blablabla. Kom maar, kom maar. Nu zijn we dit staan onderwijs. Mama, een beetje water. Nee jongen, ik heb mijn gsm. Bah, dat is toch waterdichte gsm? Nee, of is dat Samsung? Dat is niet waterdicht. Samsung vulbak. Oké, we gaan nu laten. Zeg eens tada. Zeg eens tada. Kom er maar uit, kom. Kom maar uit, kom. Kom maar uit. Voilà, vergeet niet te abonneren, te liken. Tot de volgende dag.